Welkom bij weer een nieuwe vlog, de vierde inmiddels. Vandaag gaan we even mijn favoriete recepten maken, pasta carbonara. Oké, je hebt nodig spaghetti. Kan het beste voor koren pakken, want dat vult meer. En dat is ook gezonder, zit er meer vezels in. Knoflook, eieren, kaas, die kan je ook zelf raspen, maar dit is net zo makkelijk. En ontbijtspek. Je begint met het opzetten van een grote pan water om de spaghetti dadelijk in te koken. Dan pak je een grote pan die je warm laat worden. En dan leg je daar de ontbijtspek in. Intussen dat je alle ontbijtspek bakt, kan je de knoflook vast fijn maken. Oké, zodra je water kookt, doe je spaghetti in de pan. Omdat dat de vorige keer niet erg soepel ging, doe ik dat nou even niet filmen. Zodra je al je spek uitgebakken hebt, ga je dit fijn snijden. Vervolgens gooi je de spek terug in de pan. Dan doe je de geperste knoflook hierbij en laat je dit even bakken. Vervolgens pak je een kom waar je 6 eieren in kapot slaat. Vervolgens pak je de zakjes kaas en die doe je bij het ei mixen. Dit klop je met de garde goed door tot het allemaal door elkaar heen zit. Wanneer je de spaghetti heeft gekookt zolang op de verpakking stond, giet je deze af. Zorg dat je een groot deel van het kookvocht opvangt, want dit gebruik je naar de rand om het smeuïger te maken. Als je de pasta hebt afgegoten, doe je er wat olie bij zodat het niet aan elkaar blijft plakken. Vervolgens voeg je het ei-kaasmengsel toe aan de pasta. Roer je die goed door en laat je het stollen. Als je dat mengsel goed hebt doorgeroerd, voeg je de spek toe aan de pasta. Als het mengsel nog niet smeuïg genoeg is, voeg je nog wat kookvocht toe. En zo niet, dan is je klaar. Dus dit is het eindresultaat geworden. Hier zit natuurlijk niet echt heel veel groente in. Dus mama is nou een salade aan het maken dat we erbij kunnen eten. Omdat mijn vorige vlog met de pasta carbonara best wel kort was, heb ik besloten om die van vandaag samen te doen. Vandaag ga ik een citroencake maken. Het is een soort experiment, want het is voor school een eigen recept die we moeten ontwikkelen. Dus ik doe eigenlijk maar en ik hoop dat het lekker wordt. Oké, wat je nodig hebt is bloem, citroenrasp, witte basterdsuiker, boter. Boter moet op kamertemperatuur zijn. En ik snijd die altijd in blokjes, zodat die makkelijker mengt dadelijk. Griekse yoghurt en citroenschap, baking soda en bakpoeder en eieren. Je begint met de suiker en de boter tot een glad mengsel, of een romig mengsel mengen. Oké, nu dit een romig mengsel is, voeg ik de yoghurt, de citroenrasp en de citroensap toe. En laat ik dit ook eventjes meemixen. Nou ja, het is inmiddels een behoorlijke zooi geworden. Maar goed, dat zijn jullie wel gewend van mij. Vervolgens voeg je de eieren één voor één toe aan het mengsel. Wanneer je alle natte ingrediënten erin hebt zitten, doe je de droge ingrediënten erbij. Dus de bloem en de bakpoeder en baking soda. De oven verwarm je voor op 175 graden. Zodra het mengsel klaar is, doe je het in de springvorm. Zorg dat je die wel even bakpapier en de zijkanten in vet. Oké, jij zit in de bakvorm. Dus ik ga hem nou bakken. Ik begin met 50 minuten en dan hoop ik dat hij dan gaar is. En anders bak ik hem nog wel langer. Ik heb hem best vol gedaan en hij stijgt nogal op. Dus ik hoop dat hij in de vorm blijft. Oké, om de cake / taart lekker smeuïg te maken, ga ik een botercrème maken. Deze maak ik terwijl de taart in de oven staat. Dit doe ik met een reden, omdat dit een half uur in de koelkast moet opstijven. Waarvoor heb je nodig? Poedersuiker, lemon curd, kan je ook zelf maken. Ik heb hem nou kant en klaar gekocht. Maar als je hem zonder gelatine wil, dus zonder dierlijke producten, kan je hem altijd zelf maken. Bloem, melk en boter. Oké, je zeeft de bloem boven een steelpannetje. Als die gezeefd is, voeg je de melk aan toe en dan klop je dit met de garde tot er geen klontjes meer in zitten. Als je het gemengd hebt, dan breng je het aan de kook en laat je het rustig koken. Dit doe je 5 minuten. Dan wordt het mengsel dikker
Daarna kan je er een houten prikker in zetten. En als die blijft staan, dan is je mengsel goed. Let er wel op dat je blijft roeren. Het mengsel is nu goed stevig. Dus ik doe het in een kom en ik dek het af met wat plastic folie. En dan laat ik het afkoelen tot kamertemperatuur. Ik zie nu dat mijn taart vrij donker wordt, maar is nog niet gaar. Wat je dan kan doen is wat aluminiumfolie eroverheen spannen. Dan gaat hij wel door, maar wordt hij niet bruin. Terwijl dit mengsel aan het afkoelen is, ga ik een nieuw experiment doen. Ik ga proberen zelf chocoladedecoratie te maken. Daarvoor ga ik de chocola au bain-marie smelten. Dat houdt in dat je warm water in een pan doet, die zet je aan. Daarbovenop doe je een schaal en daarin smelt je de chocolade. Dus is de chocolade bijna helemaal gesmolten. Dan haal je hem eraf, want dan moet het ook niet te heet worden, want dan wordt het niet lekker. Wat ik hier heb gefilmd, doet het om een of andere reden niet goed. Maar wat je doet, is je pakt een spuitzak en knipt hier een klein puntje af. Vervolgens leg je een vel plastic op een bord. Op dit vel plastic spuit je de vorm van de chocolade die je wil. Dit laat je goed uithouden in de koelkast. Maar maak voor de zekerheid twee dingen. Dan heb je altijd nog één reserve voor als er eentje breekt. Voor dat vel plastic heb ik gewoon een insteekhoesje van de HEMA gebruikt. Inmiddels ben ik de botercrème aan het maken. Ik heb de poedersuiker met de boter door elkaar gemixt. En ik ben nu de melk met de bloem dat ik eerder heb gekookt, is afgekoeld. En ben ik nu ook een delen aan het toevoegen. Als je dat allemaal hebt toegevoegd, voeg je ook de lemon curd in delen toe. Nu alles door elkaar gemixt is, doe je er een verszoutfolietje op. En laat je hem minimaal een half uur opstijven in de koelkast. Inmiddels zijn we een half uur later. En deze is inmiddels goed opgestijfd en deze is afgekoeld. Belangrijk als je de botercrème erop doet dat het koud is, anders smelt de botercrème gelijk weer weg. Wat ik nu ga doen is de taart halveren. Dus ik ga hem gewoon met een groot broodmes doormidden snijden. Oké, zodra je hem door de midden hebt, ga je het besmeren met botercrème, zodat je een lekkere smeuïge laag terug tussen krijgt. Zodra je klaar bent met het uitsmeren van de botercrème, rasp je wat witte chocolade bovenuit, zodat je ook wat witte chocolade in deze laag krijgt. Zodra je dat gedaan hebt, leg je de bovenkant van de taart voorzichtig erop. Zo. Vervolgens kleed je ook de buitenkant met botercrème. Oké, ik ga nu proberen om dit van de plastic af te krijgen om op de taart te leggen. In de hoop dat hij niet breekt, maar ik ben er bang voor. Hell yeah, I did it. Oké, nu dit erop ligt, ga ik nog wat witte en wat melkchocolade eroverheen wassen. Oké, vervolgens snij je de citroenen in dunne halve plakjes en die ga ik er tegen de zijkant tegenaan doen voor de decoratie. Nou, dit is dan het eindresultaat geworden. We gaan dadelijk opensnijden en dan komt de enige echte smaaktest.